Ja, Joris, ik sprak je vanochtend en toen zei je dat je eigenlijk niet in je best te doen was. Heeft vandaag je dan enorm verrast? Ja, toch wel. Gisteren belde ik nog met mijn trainer, Paul, en hij zei van, nou, we hadden deze week echt wel hard getraind. Met het oog op echt de komende weken. Dus niet op dit weekend, maar echt de komende weken. En ja, dus we hadden gewoon niet echt verwacht dat het vandaag wel heel goed zou gaan. Maar ja, mijn rug hield het gewoon heel goed vandaag en het viel gewoon allemaal op zijn plek. En, ja. Ja, het leek ook al van in die eerste ronde dat je heel ontspannen rondreed. Ja, eigenlijk de hele cross wel, behalve die laatste ronde. Toen ging het allemaal wat moeizamer. Maar ik merkte dat ik gewoon nergens echt op mijn limiet reed. En dan maak je gewoon relatief weinig fouten. Ja. En wat maakt dan in die laatste ronde het verschil? Ja, ik denk dat Eli gewoon net wat harder kan rijden. Of jij net wat versnellen nog dan. Ik kan heel erg één tempo rijden. En ik merkte dat ik hem daarmee ook wel wat onder druk kon zetten af en toe. Maar hij kan nog gewoon net wat nog versnellen. En ja, dat is iets waar we dit jaar aan gewerkt hebben. Maar wat nu dan, ja, ik ben nu al blij zijn met die tweede plek. Maar ja, wat nu nog niet helemaal terugkomt. Ja, geloofde je er wel in de overwinning? Ja, zeker. Wat ik al zei, ik merkte dat ik Eli echt wel een paar keer goed onder druk kon zetten. Alleen, ja, ik kan dan gewoon nog niet die versnelling plaatsen. En ik hoop gewoon dat in de komende weken dat ik nog wat procenten erbij kan krijgen. En dan dat het wel lukt, een keer. Ja, want hoe ga je daar nu op werken, op die extra versnelling? Nou ja, daar hebben we eigenlijk al op gewerkt. Het hele afgelopen jaar. Alleen, ja, wat ik al zei, wat ik eigenlijk in het vorige interview met jou aangaf van... het ging allemaal gewoon nog niet zo goed dit seizoen. Ik ben echt heel ziek geweest voor het seizoen. Jetlag niet helemaal goed verteerd. Nou ja, ik weet niet. Het liep gewoon allemaal nog niet. En ja, wat ik zei, we gaan de komende weken ook weer hard werken om meer op niveau te komen. En vandaag is gewoon een hele mooie opsteker ervoor. Ja, want hier kan je echt wel op voorbouwen. Zeker als er meer van die zwaardere parcoursen er zullen aankomen. Hè? Ja, nee, absoluut.